Oké, nou. Zijn we weer. En Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, jongen, ja. 50 jaar, een oude Abraham ben ik geworden. Nou. Maar daar hebben we het niet over snel, dat gaan we snel vergeten, want dat is maar één dag in. Ja, dat voetbal wil ik ook allemaal vergeten. FBI! Computer! Kutschaans, we zijn genaaid met een man die alleen maar dacht, vind ik ga kaartje spelen. Ja, hij wou pokeren, maar dat ging verkeerd. Dat is echt belachelijk dit. Weet je, Italiaan, ik denk toch gewoon dat wij Juventus hebben verslagen. En hij denkt, wacht maar, ik pak jullie even terug. Ze zijn bang voor Ajax, zijn ze. Iedereen is bang voor Ajax, maar we hebben wel goed gespeeld. De eerste helft zat ik wel een puntje voor mijn stoel. Hoor. Ja, voor de domme zeg. Echt wel, een mooie wedstrijd. Totdat dat die gek deed met die twee kaarten, dat ik dacht, van, wat ben jij maar bezig? Maar met 9 man. Toch nog de 4-4 halen en dat vind ik echt heel knap. Ja. Echt, ik ben echt trots op mijn clubje hoor. Ja, ik ben natuurlijk wel trots, maar we hebben toch laten zien dat we nog steeds kunnen voetballen. Dus dat we gewoon goede voetballers zijn. En Chelsea. Ja, zo je tinnenlijn, kankerlijn. En Chelsea ging juichen bij de 4-4 met tegen meegemaakt of ze de Europa Cup 1 hadden gewonnen. Ja, ja, ja. En dan denk ik, wat een afgang voor de Engelse voetbalclub. Met zoveel geld. Echt bullshit. Ja, het is fuck Chelsea. Maakt niet uit hoeveel geld dit fuck die kakkerlakken daar. En ik wil even de steun betuigen aan Brian's ouders en familie en vrienden. Familie van Brian. En veel sterkte in deze moeilijke tijd. Dus het is een pijnlijke situatie. Slecht nieuws, maar we hopen dat het... Drama. Dus bij deze kleine steunbetuiging. Dus, ja, grote steunbetuiging. Grote steunbetuiging. Ja. Ja, je hebt het allemaal gelijk, maar door de kleine jongen. Oké. Morgen Hessel 20 jaar. Morgen Hessel 20 jaar, ook een pijnlijke situatie. Ja, dus ook weer... Ook veel sterkte aan de ouders en al iedereen erop en eraan. Ja. En, Utrecht, hè? Utrecht thuis. Ja. Ja, nou, dat moet er gewoon een walk-over worden. Maar Utrecht is geen makkelijke ploeg. Walk-over, niet zeggen, maar... Nee, maar je moet thuis altijd winnen. Je moet thuis moet je sowieso winnen. Ik ben ook over Utrecht, maar het wordt wel een moeilijke. Ja. En dus, dan hoop ik ook dat Willem II die wint van PSV, toch? Ja, natuurlijk. Maar ik ga nu met Utrecht. Utrecht wordt een moeilijke wedstrijd, maar het mag geen gelijkspel worden. Maar over 12 zijn ze ook niet gewin. Nee, maar ze hebben wel, kijk wat is het lekkerste is, ze hebben wel rust nu even. Ja, oké. Je moet zich motiveren, je moet kampioen worden, je kan alleen maar kampioen worden om te winnen, toch? Ja, je moet ook wel spelen, je moet maar in de flow zitten, dat is wel goed hoop ik, weet je wel, maar Spreebak Utrecht dan, weet je wel. Ja. Ik weet niet welke stand ik moet zeggen, maar je gaat scoren als eerste. Nou, weet je, ik hou het nog steeds op de Donny van de Beek 1-0 maakt. Met die brein, weet je, dat gebeurt dus. Ja. Wie? Donny van de Beek maakt 1-0. Ik zeg van de Beek maakt 1-0 en blijft het bij 1-0. Ik zeg een magere 2-0 dit keer. Ik zeg een magere 1-0. Zo mager ben je helemaal niet, man. Ik heb een magere 1-0. Oh, oké, magere 1-0. Nou ja, oké. Vette 4-0 dan. Vette 4-0. Ja, oké. Oké, nou dit was het. Tot de volgende keer. Nou ja, kampioen en Brian. Dat was het. Brian Sterk. Brian. Patrick. Als je nou het filmpje deelt en een goede uitslag neerzet en de eerste die komen, dan krijg je deze zaal. Hey, nou weer een andere, Mokum, ja. Arrogant, maar gewoon de beste. Maar dat samen uit de groep, wij zijn de beste. Dus, een echte Mokum. Jode kampioenen. Jode, nee, weet je niet. Zeg. Dat zei je wel. Foutje. Dag.